De jonge dames van Nederland onder de 19 jaar warmen zich op voor de wedstrijd tegen het fysiek sterke Schotland. Een lastig potje, maar in de voorbespreking is de tactiek goed doorgenomen. Bij het onderwaterhockey wordt 6 tegen 6 gespeeld in wedstrijden van 2 keer een kwartier. En bij het spel moet de puck in het doel van de tegenstander. En ja, dat alles op de bodem van een zwembad. Benodigd zijn een duikbril, een gebitje, de hockeystick, flippers, een handschoen, de cap en natuurlijk een snorkel. Je kan natuurlijk niet uren beneden blijven. Nee. Dus je moet elkaar elke keer afwisselen. Dus als de een naar boven gaat, moet de ander weer naar beneden. En ja, zo doe je dat eigenlijk. Maar wat maakt onderwaterhockey nou zo leuk? De spelers kunnen van alle kanten komen en ja, je weet gewoon nergens wat er gaat gebeuren. Ja, je moet een beetje pit hebben, een beetje willen winnen en agressiviteit is ook fijn als je dat hebt. Maar er moeten ongetwijfeld momenten zijn dat je zo lang onder water blijft dat je het bijna niet meer overleeft. Nou, dat denk je dan wel, maar je weet ook dat het niet zo is. Want eerst val je flauw en dan vissen ze je wel op, maar dat gebeurt gelukkig nooit. Aan de kant is het leuk om erbij te zijn, maar het wordt pas echt interessant als je de onderwaterbeelden ziet. En met nieuwe technologie, onderwatercamera's die ook wel kunnen zoomen en kunnen bewegen, is eigenlijk het onderwaterwerk wordt naar boven gehaald. Alle wedstrijden zijn zelfs live te volgen op internet. Geld voor deze onbekende sport is er niet en daarom steunt dit WK volledig op vrijwilligers. Dagelijks komen er 60 man op draven. Het is allemaal liefdadigheid. De wedstrijd tegen de Schotten vandaag is helaas verloren. Maar toch wordt komend weekend veel publiek verwacht als de finales worden gespeeld. Prijzengeld is er natuurlijk niet, maar dat maakt de sporters niet minder fanatiek. Het gaat met name om de eer. Hè? Iedereen weet op een gegeven moment als je ergens rondloopt, dat is een wereldkampioen. En dan ga je al een stuk rechter staan en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.